Je gods wil, Peter. Dit is het einde wat je te zien krijgt. Eens kijken, man, wat jij wat te zien krijgt. Dit hier. Die onpeilbare diepte waar je in kijkt. Het kan water zijn. Het kan Gods eigen natuur zijn. Ik ben kapot aan het over. Ah, nou, dat is niet anders. Weet waar je in kijkt, waar kijk je nou in? Hier, waar kijk je nou in? Eens kijk, hier. Hierboven is het dan nog licht gekleurd van de zon. Wordt het donker, moet je kijken, waar kijk je nou in? Hier. Een pijloze diepte kijk je, man. Waar water zijn, kerken zijn. Het zijn toch alleen maar wolken? Eens kijken, godverdomme Peter, kijk nou eens even hier. De zon. Even kijken, Peter, wat we nu te zien krijgen. Heb je het ooit gezien? Jezus Christus, Peter, dan kijk je toch. In Gods eigen natuur. Eens kijken wat je ziet, wat je nu ziet, man. Als je huizen dadelijk weg zijn, moet je even wachten. Dan botst de hemel tegen de aarde aan, natuurlijk. Jezus Christus, gaan wij verder met z'n tweeën. Moet je eens kijken, die bovenwolken die je hier ziet. En die gebouwen steeds. Hier, hebben ze weer. Eens kijken, man, is toch godverdomme net de wereld zelf. Moet je het eiland daartussen zien. Het niemandsland. Nou, en dan gezien, Peter, waar eindigt dit nu? Peter, dit moet ik alleen doen. Het land buiten gezien, het eindeloze vlakke land. Hier ben je bij God zelf, Peter. Hier hoor ik thuis, snap je dat nou niet? Met die hele koffer met het zilk. Hier hoor je bij, Peter. Dit land hoor ik bij. Jezus, hoe kan het met het ver gaan? Hè? Hier hoor ik bij je, bij deze rotzooi hoor ik.
Dat is God zelf waar je mee te maken hebt. Of Jezus of Christus, hoe je noemen wil, of Heilige Moeder. Maakt natuurlijk geen moer uit wie je bedoelt. Ik heb mijn keurig netje gedaan, dat weet je precies. Dat we ergens voor Wenen waren. Ja, daarna gingen we toch wel een beetje raar doen, eerlijk gezegd. Ja. Gisteren staan huilen op perron. Nou, ja, ook. Ja. Ja, dat heeft niks. Dat verbaast me nou echt, dat meen ik echt eerlijk hoor. Ja. Dat verbaast me zo. En niet dat je het doet, maar ik weet niet wat ik daarmee moet aanvangen hoor. Nee, weet ik ook. Hoef je ook niet te begrijpen. Kan je wel in zo'n wagen, in zo'n rijtuig schoppen, zeg maar. Ga godverdomme in je coupé zitten huilen, niet buiten daar op zo'n karretje. Dat meen ik hoor. Dus vind ik, dat, ja, ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Nee, dat is nog steeds een klein burgerlijkheid. Dat je niet... Dat je inderdaad geen raad meer weet, ja. Dat... Nee, daar weet ik me slecht raad mee. Hoeft ook niet, kan niks geven. Nee. Dat is die verbondenheid met die natuur. Met het landschap. Ja. Ga ik schelden tegen je? Maakt niks uit. Maakt geen pest uit, anders kan je die trein dadelijk uit. Al doof je het vuur van die kachel daarachter. En je zegt maar niks. Hier moet ik zijn, hier heb ik naar verlangd, hier ga ik naartoe. Dat land? Hongarije, hè? Boedapest. Er is die daar hoor. Wacht jij maar even. Ik moet het even zien, Peter. Hoe dat rijdt een rotzooi. Oké. En dat geluid, die rails. Het is afschuwelijk. Afschuwelijk. Wat gebeurt hier buiten? Verbijsterend. Het is een lege tram, kijk. Motor met een aanhangwagen in Boedapest. Buitenweg. De rode achterlichtje. Het is zo verschrikkelijk wat je hier ziet. Het is namelijk veel erger dan die Bijlmer. Bij ons is een probleem. Die Bijlmer is een probleem van Surinamers. Dat is één rail. De Hongaar te rommelen. Nou, ga weer verder. Nou, is een probleem van die bijl. Hier bouwen ze de mensen ook allemaal in huizenmassen bij elkaar. Maar ze kennen dat probleem niet. In wezen is hier nog veel triester. En veel moeilijker en veel moeizamer. Dan in die bijl, Peter. Kijk, hier. Zie je dan nog even enge dingen om je heen? Jij nadert nu Boedapest, hè? De hoofdstad van het land. Kun jij begrijpen dat er iets triesterer is dan dit? Surinamers, het probleem is opblazen, dat het helemaal niet is. Hier, kijk een man. Ja, heb je zo'n lugubere boel niet wel eens gezien? Nee, dat is echt... Nee, ik ben er maar mee eens. Merkwaardig, al die wissels goed gaan, heb je ook... Voor het aflaten van de WL-3708. Dan ga ik het letterlijk opzoeken wat hier staat. Kranen van alle lavabo's, dat is dus niet vertaald, dat woord lavabo's, openen, tevens in het office en op het toilet. En je moet de lavakleppen geopend laten staan. Vervolgens de kranen van de cabine lavabo's, dat is nog gekker voor de naast, indrukken. En dan moet je vastzetten met het hiervoor bestemde ijzerdraad.
Ik weet niet wat het ligt, maar het is er ook nog. De kraan van het toilet laten we boven vastzetten met het hiervoor bestemde apparaat. Dit apparaat en het ijzerdraad bevinden zich in de schakelkast. Het wordt iets duidelijker nu, hè? Karaffen ledigen. De verwarmingsafsluiters in de cabines dienen geopend te staan. De spoelhandels der toiletten naar beneden drukken en vastzetten met de kettingjes, zodat ze naar beneden blijven staan. Dan heb je kraan onder in de kachelkast openen. Kraan 7 opeens, die andere heeft geen naam, maar die kraan. In het toilet niet officezijde. Kraan 14, dat geeft helemaal niks, dat gaat nergens heen. Kraan 8 tegenover het toilet, niet officezijde. Kraan 12 naast. Begrijp jij deze waanzin? Het is wel Nederland. Kraan 11 in de kachelkast. Kraan 13 in de kachelkast. Kraan 15 in de stoomkranen. Jezus, Peter, wat een Nederlandse is. Stoomkranen. EF en H in de kachelkast. Kraan 20 en 21 in het toilet. OZ bij watermeters. Attentie, nou begint het echte Nederlands. Alvorens men de wagen aflaat, moet van elke kraan afzonderlijk proberen. Ze hebben geen zin, man. Alvorens men de wagen aflaat, moet van elke kraan afzonderlijk proberen of deze wel loopt. En pas dan de wagen in zijn geheel aflaten door de kranen in de boven omschreven volgorde te openen. Stel voor het omgekeerd wordt, dan ploft hij natuurlijk. Let op de merktekens welke op de kranen zijn aangebracht. Hieraan kan men zien wanneer de kraan geopend is. Alle aflaatkranen zijn geel geschilderd. De plaats van iedere aflaatkraan staat met rood aangegeven op de plattegrond van de wagen. De wagen is pas dan afgelaten wanneer geen enkele kraan meer loopt. Het is PE Amsterdam, Jezus Christus. Wat is van waanzin nu. Mijn god, we gaan weer ver ergens, hè. Om daar een Nederlandse tekst te gaan uitlezen. Het is helemaal geen Nederlands en het is niks. Het is helemaal geen taal meer wat hier staat. Hè. Ergens in Roemenië staat dit. Ja. Ja, in het midden van Roemenië is morgens om 6:50 staan we hier om dan een ding te lezen. Wat ook maar in één taal is. Geen mens kan dit dus lezen. Wie leest dit? Die man die praat geen Nederlands. Die wagon die mag überhaupt het. Die mag het Oostblok niet uit. Maar we zijn toch in België, hebben we toch een andere slaapwagen gekregen. Omdat die dure P2 met een mooie dak. Die mocht toch het Oostblokland niet in. Deze komt het Oostblok nooit uit. En dan hebben ze hier een beetje opgehangen. Dan komt het Amsterdam. PZ Amsterdam. En niemand kan het lezen, want die wagen die komt nooit meer in Amsterdam. Kortom, die kranen worden nooit afgelaten hier. Nee, dit gaat heel ver, Peter. Dit kan met vliegtuigen niet.